kijk in onze video hoe de rijke Lucy en arme Roos omgaan met hun zwangerschap. Haal diep adem. Nu uitademen. Prachtig, Lucy. Je doet het geweldig. Lucy is bereid om haar voorbereiding op de bevalling alleen toe te vertrouwen aan een echte professional. Daarom is een persoonlijke yoga-instructeur een must voor haar. Schatje, volg het ritme. Laten we eens kijken wat hij haar leert. Draai links, dan rechts. En we hebben de bal nodig. Zo makkelijk als wat. Waar is Robert? Eindelijk! Schat, neem dit. Ga erop zitten en maak je klaar om mij na te doen. Dus rechtsaf, dan links. Goed zo. Ga nu liggen en doe zo. Auw! Robert, is dit de stervende zwaanpose? Nee, nee. Zo was het. Ik herinner me duidelijk. Rose is duidelijk niet tevreden met de gratis lessen van haar man. Ga liggen, Lucy. Maak het jezelf gemakkelijk. Is dat goed? Ja, dank je. Oh, het is een beetje warm. Genoeg. Het is al koud. Laten we het gewoon doen. Zoals je wilt. Wat een schattig kind. Wow, deze jongen weet nu al dat hij een comfortabel leven gaat krijgen. Zo, Rose, ben je er klaar voor? Laten we beginnen. En hier is je meisje. Oh, arme kleine meid. Ze heeft zich van tevoren voorbereid op moeilijke tijden. Nu is het tijd voor het hoofdgebeuren van onze avond. Lieverd, doe open. We krijgen een jongen. Ik heb het goed gedaan. Maar ik wilde zo graag een meisje. Maak je geen zorgen. De volgende keer krijg je een meisje. Het is goed dat we op een jongen gewed hebben. Schatje, de bevestiging van de echo is er. Kijk, we krijgen een meisje. Ik ben zo blij. We wilden zo graag een meisje. Mam, dit is die man. Dus jij was het die de ballon van mijn zoon heeft gestolen? Geef me de bal. Hier ga je, mijn jongen. Kom op. En wat was dat? Ik wilde je gewoon verrassen. We krijgen een meisje. Een professionele fotoshoot is niet goedkoop. Maar geld is geen probleem voor Lucy. Ze kan zich zelfs de duurste fotograaf van de stad veroorloven. Arme Rose heeft dat geld niet. Maar ze lijkt te hebben bedacht hoe ze aan de gewenste foto's kan komen. Oh, iemand heeft het weer verpest. Laten we een selfie nemen met de foto's op de achtergrond. Geweldig, ik ben net op tijd. Hi... Oh, ze is zwanger. Dus dat verklaart het. Vrienden, de foto's zijn geweldig. Kijk. Wow, ik zal deze voor mezelf houden. Bedankt. Wie was dat? Raar meisje. Weet je wat, Dan? Je luistert helemaal niet naar me. Ben je echt meer geïnteresseerd in het boek dan in mij? Vroeg of laat krijgt elke man te maken met de stemmingswisselingen van zijn zwangere vrouw. Terwijl jij boeken leest, je ontspant en van je leven geniet. Moet ik lijden? Ik ben het zo zat. Het is goed dat Dan zich van tevoren heeft voorbereid en een professionele luisteraar heeft ingehuurd. Natuurlijk, Lucy. Ik ben een en al oor. Dat heeft me een maand geleden een broodje geroepen. Kun je je dat voorstellen? Hoe kon hij? Hoe kon hij, vraag ik je. Ik ben geen broodje. Ik ben gewoon zwanger. Oh, zijn diensten moeten erg duur zijn. Niemand begrijpt me. Maar arme Robert moet helemaal alleen zien om te gaan met het speciale humeur van zijn vrouw. Luister je wel naar me? Over 4 maanden zijn we met z'n drieën. Kijk eens naar me. Ik draag al 5 jaar dezelfde trui.
We hebben niet eens geld voor een knipbeurt. Dat is allemaal jouw schuld. Doe open! Nog 4 maanden. Hoe moet ik dat aanpakken? Oh, ik denk dat ik een idee heb. Ja, dit zou moeten helpen. Kom naar buiten, lafaard. Waag het je niet voor me te verstoppen. We moeten de toekomst van ons kind bespreken. Wat, schat? Ja, als jij het zegt. We zullen alles doen wat je wilt. Vitamine slikken is gezond, trendy en erg duur. Maar de rijke Lucy heeft alles wat ze nodig heeft. Net als altijd. Dus we moeten alle vitamines van tevoren over de maand verdelen. Geweldig, het is bijna klaar. Niet weglopen. Er is nog maar 1 laatste soort supplement. Oh, het is zo ongemakkelijk. Oh nee, nu moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Roos weet ook dat zowel mama als de baby echte vitamine en mineralen nodig hebben. Maar wat als er helemaal geen geld is voor dure supplementen? Het lijkt erop dat ook zij een uitweg uit deze situatie heeft gevonden. Wat? Wortels die op het balkon groeien zijn een uitstekende bron van vitamine A. Blijft hij eeuwig praten? Dan, je bent altijd bezig met je eigen dingen. En ik heb honger, trouwens. Smakelijk eten! Wow, fruit! Dit moeten mijn vriendinnen zien. Mmm, lekker. Maar het is niet wat ik wilde. Rustig maar, schat. Daar is je avondeten. Sushi? Dat is veel beter. Oh nee, er is weer iets mis. Dan, ik heb het koud. Doe iets. De man van de rijke Lucy verwendt haar maar op 1 manier. Met geld. Oh, een nieuwe bontjas. Het is zo warm. Dank je, schat. Robert, onze baby heeft speelgoed nodig. Hij of zij zal niet spelen met deze wereldbol. Het kan je niet echt schelen, of wel? Stop met het verdraaien van mijn vingers. Koop een beter stuk speelgoed. Robert, het kind heeft een aparte kamer nodig. Het kind zal opgroeien, naar school gaan. Hou op met mijn hoofd te martelen. Je ruïneert mijn haar. En haal dit boek weg, het helpt niet. Maar arme Robert heeft geen geld, dus hij heeft maar 1 uitweg. En dat is een vrouw een ontspannende massage geven. Eindelijk doe ik het goed. Zelfs een ritje naar de kraamkliniek voor de rijke Lucy moet top-notch zijn. Welkom in ons ziekenhuis. Alsjeblieft, kom binnen. Vergeet niet diep adem te halen. Dr. Stone wacht al op u. En wat meer is... VIP-klanten krijgen altijd een speciale behandeling in het ziekenhuis. Hier komt onze Lucy. Maak je geen zorgen, alles komt goed. Je bent in goede handen. Ha! Schiet op! Mijn vrouw staat op het punt te bevallen. Waar moeten we heen? Ga naar de 5e verdieping. Wees niet bang, schat. We zijn er bijna. Oh nee, de lift is bezet. Nog even volhouden. Makkelijk voor jou om te zeggen. Volgende keer zul je zelf bevallen. Oh, maar voor het arme echtpaar bleek zelfs het bereiken van de juiste afdeling een zeer moeilijke opgave te zijn. Ah, ja, het is ons gelukt. Waar is de dokter? Of gaat Robert hun baby zelf ter wereld brengen? Vond je onze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. Abonneer je op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Tot ziens!